Sanne Legaan, we zijn hier vandaag in Alken. Jullie kwamen met de leider Esperanza Pelt op bezoek voor de topwedstrijd in Eerste Provinciale Limburg. Dit was een mooie affiche vooraf en het werd ook een fantastische wedstrijd op het veld, denk ik. Ja, klopt. We zijn zeer goed begonnen eigenlijk aan de wedstrijd. We komen wel jammer genoeg achter, maar dat zetten we wel snel terug recht. En dan komen we ook alweer snel terug op voorsprong. Dus mooie acties van ons team uit. Dus ja, zeker en vast. Ja. Jullie komen op 1-1 met een strafschop, dan 1-2 via Elke Lemmes. En dan, ik denk, jij maakt een, het wordt nog 1-3. En dan, jij begint dan een schitterende solo, maakt een prachtig doelpunt in feite. Ja, was wel mooi, want we hadden daar woensdag op training op geoefend om met links te schieten. Dus fijn als je dan zo een goal kan maken voor, de, voor het team, ja. Ja. Tweede helft was misschien iets minder, want jullie konden bijna 2-5 maken, denk ik. Bal op de paal van Tessa van den Boer. En dan, Alken komt toch nog terug. Hoe kan dat zoiets? Ja, ik denk dat Alken vooral moest scoren, dat ze moesten gelijk spelen of winnen tegen ons om toch nog bij ons te blijven. Dus het was denk ik eerder van moed en we hebben dan goed druk gezet. Dus jammer dat we die voorsprong niet hebben kunnen vasthouden. Ja, ja, zij waren enorm gemotiveerd, hè, om toch nog gelijk te komen. Ja, klopt, inderdaad. Ze hebben goed druk gezet. Ja, het wordt dan 4-4. Het is een gelijkspel achteraf. Een juiste weergave van de wedstrijd? Nou, het is vooral jammer eigenlijk. Ik denk als je met 1-4 voor staat, dat je dat eigenlijk niet uit handen wilt geven. Dus we hadden hier toch graag 3 punten mee naar huis genomen. Ja, maar jullie blijven wel leider. Op weg naar de titel nu? Ja, zeker en vast. Daar gaan we zeker alles aan doen om die titel mee te pakken dit seizoen. Ja. Ja. Oké, okay. Maar je hebt ooit al hoger gespeeld in tweede klasse met Esperanza Pelt. Jullie hopen toch daar terug te keren? Dat zullen we dan wel zien. Ah, oké. Okay. Ik dank je. Veel succes nog. Dank je wel.